Ja, Tom. Als jongeling had je iemand een renner waar je naar opkeek? Niet echt, nee. We komen niet uit de wielersport. Ik ben de eerste in de familie, dus zo gek was om eraan te beginnen. Maar daarom heb ik ook niet echt veel voeling gehad met de wielersport ook. Eens dat je die sport begint, krijg je wel respect voor iedereen die dat voor je al gedaan heeft. Maar echt niet dol. Ik ben zeker niet beginnen wielrennen omdat er iemand was waar ik naar opkeek. Ja. Welke is voor u uw mooiste overwinning? Goh, misschien een van de belangrijkste, denk ik. Er zijn er twee geweest. Ik denk dat dat de eerste toeretappe was in Dublin. En die vierde keer Belgisch kampioen heeft toch wel een herstart kunnen geven aan mijn carrière ook. Dus ik denk dat qua belangrijkheid dat dat wel de twee mooiste waren wel. Alhoewel iedere overwinning heeft zijn charme. Ik denk dat er nog een paar bij zitten die absoluut in mijn geheugen gegrift staan. Ook een paar niet-overwinningen blijven altijd wel bij. Maar sowieso is een carrière, het zijn veel mooie momenten, maar dat zijn alleszins wel de twee belangrijkste geweest. En een grootste ontgoocheling in uw carrière? Ja, als punter zijn er wel meer. Hè. Ik bedoel, als je tweede wordt, zijn er verloren. En dan zit je meestal wel met een ontgoocheling. Zeker in grote rondes is dat zo. Omdat je dan toch zo rap mogelijk die eerste overwinning wilt nemen. Omdat je weet, hoe langer het duurt, hoe hoger dat de druk wordt. Dus daarom mijn eerste rit. Tweede worden is wel een hele grote ontgoocheling, maar je weet dat dan de druk de dag daarna toch iets groter wordt. Dus ik denk mijn derde toer werd ik de eerste etappe tweede. En dat was dan wel vervelend. Gelukkig won ik dan de rit erna. Je waart een ras echte sprinter. Wie was of wie is tijdens uw carrière uw grootste concurrent geweest? Ja, dat zal zeker en vast Cipollini geweest zijn. Hè. Ik denk van onze generatie was de absolute de topsprinter ook. Dat is iedere generatie heeft wel een sprinter die je absoluut wil kloppen. En als je hem kunt verslagen, geeft dat altijd meer cachet aan een overwinning. En bij ons was dat wel Cipollini. Ik bedoel, wat is sowieso wel een sterke generatie sprinters. Maar Cipollini stak er toch wel wat bovenuit ook. Er is wel veel veranderd op sprintniveau gezien. In België doen we echt niet meer mee als het echt op sprinten aankomt. Ja, maar sprinters zijn sowieso... Ja, er zijn er niet zoveel. Hè. Omdat je de capaciteit, de kwaliteit moet combineren van één, een duursporter te zijn. En twee, een sprint hebben. En in feite zijn dat twee dingen die elkaar tegenspreken. Dus daarom dat je dat zelden vindt. En ik denk, iedere generatie heeft zijn één of twee of drie topsprinters. Meestal zijn die dan nog verspreid over verschillende landen. Dus het kan heel goed zijn dat er binnen de drie of vier jaar wel terug iemand opduikt. Maar ik zeg, het is, je vindt dat niet zoveel. Echt mannen die duurvermogen met sprintcapaciteiten kunnen combineren, die zijn er niet veel.